Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Eindelijk weer een keer een andere video dan een vlog. Ik ben namelijk in New York geweest, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En ik heb super veel snoep en snacks meegenomen. En jullie wilden heel graag dat ik die met Lot ging proeven. Ik wil dat ook wel graag. Ja, ik ook. Het is echt heel veel. Dit wordt zo weer... Oh, het is echt heel veel. Het is echt ik zie drie video's. Wat er allemaal ligt. Ja. Oké, dus we gaan snel beginnen. Ja, wel 20 dingen. Doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Ja, doe even. Zullen we beginnen met dit? Peanut butter? Nutter butter. Dus dit is de nutter butter. Ga jij het even doen? Ja. Chill. De peanut butter lovers cookie. Maar wat is hier anders dan? Oh, dit is het enige wat ik al heb gegeten. Ik had hier al een bakje van gekocht. Oh, mag ik het proeven? 4 cookies. Want ik hou niet van pindakaas, dus daarom wil ik deze nu. Maar denk je dat het echt de pindavorm is? Dat we opgelicht worden? Ik denk wat niet, denk jij? Niet echt de pindavorm. Kom maar in mijn camera. Nee? Nee. De koekjes die ik had waren rond. Jawel. Oh, dat vind ik echt meteen een punt erbij. Dat ziet er echt heel leuk uit, ja. Gaan we is hem delen, anders worden we heel misselijk. Ja. Ja. Very nice. Ik heb ook nog 3 citroenen. Ik moest ze even laten zien. Oh, dit vind ik wel heel lekker. Ik ook smakelijk. Misschien, maar misschien smakelijk. Proost. Oh nee, dat vinden mensen stom, hè? Als je proost met eten. Ja. We hebben trouwens wel gegeten, zodat we niet alles heel lekker vinden, omdat we honger hebben, maar niet te veel. Belangrijk detail. Ja, ik vind het dus wel lekker. Ik ook. Wel heel zoet. Ik vind het lekkerder dan Reese's Peanut Butter Cups. Ja, dat is met chocola. Maar ja. Daar houden wij niet zo van. Ik hou wel van chocola, maar dan vind ik dat het zo too much, omdat het ook zo groot en dik is. Ja, maar het smaakt wel een beetje hetzelfde, die vulling. Mm-hmm. Maar het is iets korreliger. Oké, we gaan gewoon vet snel overal doorheen, toch? Ik ben heel benieuwd naar dit. Het is heel saai, maar dit vond ik bij een station. Metro. Het heet Sugar Wafers. Met strawberry smaak. Oh. Het ziet er gewoon zo leuk uit. Waarschijnlijk. Oh, strawberry, dat zei je. Ik denk dat het wel lekker is. Wel met een vullingje erin. Ja, ik vind het sowieso super cool uitzien. In Amerika is echt alles een vulling. Deel het? Ja, nou, ruik het. Oh mijn god, dit is echt puur chemische aardbei. Doe maar delen. Een van de chemische wat ik ooit denk ik heb gehad. Ja, ik denk ook wow, aan die super kleur cool te zien. Gewoon. Het is echt knalroze ook. Ja. Oké. Okay. Oh, ik vind de bite heel lekker. Echt een wafel. En dan die pennywafel. Ja, maar geef mij dan maar een pennywafel. Ja. Hij smaakt minder chemisch dan als hij eruit ziet. Ja. Oh, ruikt. Ik vind het best wel lekker. Dat koekje zelf is niet aardbei. En niet zoet. Nee, alleen die vulling is aardbei. Maar ik vind het wel lekker. Ik ook. Als je zou zeggen dat dit een biologisch koekje was of zo, zou ik het ook geloven, zeg maar. Ja, zonder niet... vulling dan. Ja, het is maar niet zo chemisch. Vind ik. Ik vind het echt lekkerder dan dat het rook. Het rook is heel chemisch. Maar alsnog zou ik het niet voor mezelf kopen. Nee, maar we houden daar niet zo van. Nee. Maar ik zou er nog wel een stukje van eten. Hier ben ik... Oh ja, ik heb zoveel pijn in mijn rug. Ja, ik kan ook echt niet meer zitten. Ja, hier ben ik denk ik het meest benieuwd naar. Dat ziet zo trouwens ook wel. Oh ja, jij kan het ook gewoon zelf. Dit zag ik dus bij een winkel in zulke potten. Toen dacht ik, oh, wil het? Oh, dit lijkt me zo lekker. Toen vond ik het zakje. Het zijn peanut butter filled pretzel nuggets. Als het klinkt echt... Ja, ik hou niet van peanut butter, maar op zich... Ik hou wel van pretzels. Ik heb een keertje zoiets gehad, maar dan met pumpkin spice. Ja. En dat was zo lekker. Maar dit heb je in Nederland ook. Met kaas en pindakaas erin, maar dan... Het zijn een soort kussentjes. Ja, ik hoop dat dit veel meer gevuld is. Hoop ik. Huh? Doe eens dit. Het is niet zacht, het is hard. Er zit een peanut butter chunk in. Ja. Ik kan hem open blijven, maar kan niet. Doen ze het dan in de magnetron voordat ze zo'n plaatje maken? Hoe wordt het dan nog zo zacht? Ja. Wat weet je? Want het is echt keihard. Er zit gewoon zo'n bal van pindakaas in. Nog één? Nee. Ik vind wel... Je moet hem niet openbijten, dat is het. Want het is... Ik had hem in zijn geheel en ik vond het wel lekker. Vooral ook door dat zoutige van de pretzel. Oh, ik vind het heel lekker eigenlijk. Lekkerder dan... Reese's. Ja. Maar het is wel heel hard. Ja, die peanut butter is hard. Maar komt dat niet door het vliegtuig misschien? Oh, mag ik nu deze? Oh, gatver met mint. Ja, heel vies. Die doen we nu. Want dan hebben we de vieze eruit. Oké, ik vind het wel lekker trouwens. Dit is KitKat Duo's mint en dark chocolate.
Allemaal en... bij het metrostation. Hou jij van de combinatie munt en donkere chocola? Niet dat het, mijn vader vindt echt, oh sorry, Bobby, heel lekker. Dat heb ik niet. Maar... Die houdt dan ook zeker van after eten. Ja, heel erg. Ja, dat vind ik echt de nachtmerrie. Oh, dan vind je het ook vies. Ik denk het ook. Wat doe jij? Ja, ik wil gewoon één eruit halen. Maar het is niet gelukt. Het ziet er niet zo heel lekker uit. Oeh, het ziet er heel cool uit. Ja, echt chemisch groen. Ja. Oh ja, het ruikt echt naar after eten. Ik ruik het nu lekker. Al. Oh, ik vind het echt lekker. Ja. Lekker. Waarom vind ik het eigenlijk lekker, inderdaad? Ja, ik hou wel heel erg van KitKat. Gewoon die, met die wafel erin en dan die chocola. Maar ze hadden voor mij die munt achterwege mogen laten. Ja, maar het smaakt wel echt als after eat. Als je ervan houdt, wel lekker. Ik vind het lekkerder dan after eat, omdat die wafel erin zit. Ik denk after eat is net als met gember. Dat mensen het vies vinden. Je kan ook zo naar zeep smaken. Eigenlijk muntzeep. Ja. Muntolie. Maar dat is gewoon after eat. Het is niet mijn lievelings. Nee, maar hij is wel lekker, zeg maar, als je hiervan houdt. Hij valt niet tegen. Als je van after eat houdt, dan vind je dit sowieso heel lekker. En misschien zelfs lekkerder nog. Ja, ik vind, hij is wel goed. Valt niet tegen. Nu mag jij weer een kiezen. We hebben zoveel lot. Ja. Zullen we nu een snoepje kiezen? Starburst? Ja. Dit vind ik er zo leuk uitzien. Ja, het lijkt... Het doet mij echt denken aan Fruitella. Ik denk dat het zoiets is. Unwrapped. Unwrapped. Maar staat er nog een smaak op? Ja. Hier. Strawberry cherry watermelon. Oh, watermelon. Ik wou een watermeloenkaars voor je meenemen, maar jij zei dat je dat niet wilde. Nee, ik heb een watermeloenkaars al. Waar gaat het? Dat doet maar niet denken. Ja, naar van die knetterijsjes met frambozensmaak. Van dat knetterpuntje in de zon. Huh? Ja. Er is weer zon, jongens. Wij zijn blij. Maar hoe kan je zien welke is? Kijk. Ja, dat staat hier, toch? Ja, maar dat lijkt... Het ziet er, als je een feestje geeft of zo, ziet het er wel echt super die allerlicht... Oh, sorry. Ik praat er weer heen. Die allerlichtste is watermeloen. Is dat dan deze misschien? Die wil ik proeven. Dat is denk ik strawberry. Oh, nou ja, ik heb hem nu al. Huh? Watermeloen? Ja. Oh, ik wil dat ook. Oh. Oh, watermeloen. Oh, dit is gewoon de lichte. Ik vind het heel lekker. Heel lekker. Dit is echt iets waar ik dan elke avond eentje van pak. Het smaakt een beetje naar kauwgom. Lekker dan Fratella. Veel lekkerder. Deze zijn fantastisch. Eigenlijk heb ik weer veel te veel zoals altijd. Dus we hebben net besloten dat we gewoon een tweede deel op los kanaal maken. We gaan nu nog door hoor. Maar anders zitten we hier 50 minuten te proeven. Ja. Oké. Okay. Ja, dit vind ik wel echt. Ja, die gaan we nu doen. We waren die voor het eind van de video om het spannend te houden. Ja. Oké. Okay. We hebben deze al gehad. Oh, hier was je al van vergeten. Ja. We gaan nu naar de Oreo Thin Bites White Fudge Dipped. Oh, dat klinkt echt heel lekker. Ja. Dit vind ik echt de hemel waarschijnlijk. Oh, lot. En het zijn allemaal verpakkingen die ik super goed dicht kan bewaren. Ja, dat is echt heel handig. Want anders met, net als met... Ja, maar Jiminy, die wil dus heel graag... Ze zegt, wil ik alsjeblieft ook alles proeven wat je gaat proeven. Oh, met dit soort dingen. Kan ja, en ik zie haar over 2 weken met slaapfeestje. Oh, leuk. Bij haar. Ja, in Deventer. Oeh. Oh, het zijn gewoon de mini de White Oreos. Oh, dit vind ik heel lekker. Maar dit is precies de White Oreo. Alleen wat kleiner, dat vind ik wel heel fijn. Ik ook. Deze is wel genoeg. Heel lekker, ja. Ik ben nu al voldaan. Dit is mijn lievelings tot nu toe. Heel lekker. Maar letterlijk dezelfde als die je in Nederland hebt. Maar geef mij maar op deze dan. Ja, die kleintjes, dat is echt leuk. Ja. Oh, doei. Ja. Ik moet zo lachen. Zo lief. Dat is zo stil. Ik zie dat ook niet, want ik dan in deze focus. Ja, stiekem het koekje. Ik wil hem ook stiekem geven eigenlijk. Ja, er zit pindakaas in, dat mag niet. Oh, dit ook. Dit vinden wij denk ik allebei niet zo heel lekker. Jij wel? Cookie dough. Ja, ik hou niet zo van chocola. Ja, ik hou wel van chocola, maar niet als het too much is. Ja, dit is waarschijnlijk pure... Bonnie, ga nou eens weg. Ik heb dit niet door, hè? Nee. Ik word steeds het afgeleid nu. Try them frozen. Ja, dat is... Bite-sized cookie dough in creamy milk chocolate, egg-free recipe... Cookie dough bite. Pieces may vary. Ik weet zeker dat ik dit heel lekker vind. Ja, iedereen. Als je het dus frozen hebt, dan is het een soort ijs. Ja. Dit vind ik wel tegenvallen. Zo. Ja. Het ziet er niet zo leuk uit. Zie je die voorkant van het zin daarna dan? Ja, het ziet er al een beetje crappy uit, vind ik, hoor. Ja. De verpakking. Openbijten. Moet. Oké. Okay. Heel hard. Waarom is alles zo hard? Niet lekker. Heel Nee, ik vind het ook niet lekker. Die mag jij hebben.
Het smaakt naar Amarena. Kersenbonbon. Naar marsepein. Kersenbonbon. Eerlijk? Goor. Heel vies. Die mag jij hebben. Jij bent echt wel aardig tegen Lotte. Dus dacht ik nog, nee joh, als je vriendinnen bent, dan kun je zo met elkaar omgaan. Ja. Dan geef ik een hartje. Ja. Heel erg vies. Goor. Die mag Lotte hebben. Ja, die gooi ik niet weg. Hier ben ik met dat zo benieuwd naar. White cheesecake M&M's. Ik ben ook heel benieuwd daarnaar. Ja, toen ik dit zag, dacht ik echt... Dit lag op de Valentijnsafdeling. Waarom? Hij heeft het hartjesvorm. Oh. Hij heeft het hartjesvorm. Nee, maar ze zijn super mooi. Kijk naar, ik wil kijken. Ja, ik wil het in een bakje. Dit is zo mooi. Kijk. Vind je het niet? Jawel, maar ik dacht echt, maar het komt er echt heel. Ik ging dus voor haar ging gepersonaliseerde M&M's maken. Ja. Nou, deze kleuren vind ik heel mooi. Ja. Leuk. Deze kleuren zijn mooi. Oh, ik wil het echt ingezoomd laten zien, maar ik ben te leuk. Oh, chocola. Oh, nee. Dat mag niet. Wat wil jij doen? Nee. Het zit al te zweten in jouw hand nu. Ik wil super graag een mooi ingezoomd beeldje van, maar ik geef het op. Moet ik hier nu eentje gaan pakken? Ja. Heb jij nu een zweethandje? Nee, ik heb nooit zweethanden. Ik ga de roze nemen, maar ik denk dat die oranje lekker is. Maar... Nee. Oh, ik heb allemaal dezelfde smaak. Ja, tuurlijk. Ik eet hem al, sorry. White chocolate. Oh, ik hoop zo dat het... Is het wit van binnen? Weet ik niet. Ja. Ik hou niet zo van M&M's, maar... Oh, ik wel. Maar proef je cheesecake? Ja. Ketertorte? Oh. Is dat cheesecake? Ja. Maar als ik zei dat het witte chocola was, geloofde hij het ook. Nee, ja. Is anders, hè, ketertorte. Ja. Nee, het is... Ja, het smaakt wel een beetje naar kwark. Nee. Het smaakt wel een beetje naar kwark, maar het is niet zo... Alsof je witte chocola eet met een lepeltje kwark. Ja, zoiets of zo. Ja. Leg maar hier. Alles wat al gehad moet daar. Oké, ook goed. Zullen we nu deze doen of wil je die bewaren? Ik heb zin in de baked goldfish. Oeh, die verpakking is echt zo schattig. Je hebt mega dingen. Ik heb heel veel moeite moeten doen om alles in het klein te vinden. Ja, maar dat is ook veel duurder waarschijnlijk. Dit is veel duurder. Ja. Dit was zo'n grote was echt $1 meer of zo. Wat smaak is het? Volgens mij is het roze. Princess goldfish. Die zon is zo vervelend. Ja, echt. Opstaan. Nou, het wordt eigenlijk niet staan, hoor. Oh ja. Maar die roze kleur is dus eigenlijk gewoon... Kijk, dat ook een mensing. Is het niet zo lekker? Smaakt een beetje naar oude koek die wel knapperig is. Nee! Oh, hier ligt ook nog een ander snoepje. Jeetje. Wat erg dit. Ik vind het echt heel maar vies. Maar dit is gewoon de hele normale goldfish cheddar. Dit is hoe ik ook mijn goldfish is het met cheddar? Ja. Dit is gewoon de goldfish met cheddar smaak. Ik vind het echt totaal niet interessant. Nee, ik ook niet. Ik vind het heel vies. Nee, ik vind het helemaal niet vies, maar ik vind het gewoon ook niet heel boeiend. Want die verpakking is echt zoveel leuker dan het eigenlijke product. Ik vind het gewoon net als te. Dit vind ik ook heel lekker. Dit zijn de White Cream Reese's Peanut Butter Hearts. Nou, ik vind dus Reese's met wit. Ik hou dus echt niet van melkchocola. Maar met witte chocola. Heb ik nog nooit gegeten, denk ik, met witte chocola. Ik wel. En dit zijn met hartjes. Maar is dit heel groot? Kijk. Oh, dit zijn kleintjes. Oh, hij is open. Andere. Lila. Ze staat gewoon in mijn eten. Hoe geweldig is dit, toch? Dat vind ik heel leuk. Wel heel erg gezond van het milieu, maar wel heel leuk. Ja. Ik hou niet van peanut butter. Dit is heel lekker. Kijk maar toe. Dit is super lekker. Ja. Het is echt zoveel beter dan met melkchocola. Ja, ik vind het super lekker. Maar dat heb je ook in NL. NL, ja. Ik vind het ook wel lekker, maar ik zou dit niet kopen voor mezelf. Ik vond echt die... Wat was nou waarvan we zeiden van, oh, dat was echt heel lekker? Jij vond het heel lekker. De Oreo things. Oh ja! Oh nee, ik vind dit super lekker. Als ik echt van zoete dingen hield, vond ik dit heel lekker. Maar ik hou er gewoon niet van. Oké. Alles wat we hebben gehad moet hier. Nu hebben we de Nerds. Vind ik ook lekker. Ja, maar dit is watermelon cherry punch. Dus deze is echt... Ik weet niet hoe punch smaakt. Gewoon naar fruit. Ja, denk ik. Watermelon is echt 4,50, hè? Ja, is echt niet normaal. Maar ik vind die verpakking ook zo leuk. Omdat het allemaal van die kleine dingetjes zijn. Tuk, tuk. Oeh, ze zijn... Dat vind ik jammer. Ze zijn groen, wit en rood.
Vind ik echt niet leuk. Charlotte. Luister, moeilijk. Hoe zou jij dit doen? Zou jij dit naar voren gaan? Ja, ga ik straks bij mijn video doen. Oké, dan moet ik het ook niet. Mag ik nu? Ja. Deze gaan we wel zweten. Komt ie dan, hè? Nou. Ik hou hier zo heel van. Deze heb je vast ook wel bij de Yamin, maar niet in de gewone. Kauw jij erop? Ja. Maar ik haal er... Ik wil watermelon. Ja, ik wil net zeggen, ik haal er geen die smaken uit. Helemaal niet zelfs. Lilo, ik vind je vervelend. Eerlijk? Echt niet. Nul. Nee, het smaakt gewoon echt letterlijk als de gewone nerds. Maar ik proef 0-0 watermelon. Ja, ik ook niet. Dat vind ik heel slecht. Het smaakt echt gewoon zuur en that's it. Ja. Dat vind ik echt wel een filler. Ja, ik vind het wel lekker, maar inderdaad gewoon niet wat je denkt te kopen. Ja. Jammer. Ja. Hebben we nu alleen nog deze? Ja. Wow. Wil je nog een van mij? Nee. Hier, toen ik dit zag, dacht ik echt, oh, dit moet ik. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Dat ik het niet eens zo lekker vind als allemaal met chocolade. Het is gewoon leuk, allemaal verschillende dingetjes. Ja, dat zijn popped snack mixes. Je hebt de Reese's Peanut Butter Cup Mini. Je hebt popcorn met chocola en je hebt pretzels. Oh, het lijkt veel meer, maar het zijn 3 dingen. Ik dacht ook dat het echt 5 dingen waren, of 6 of zo. Ik denk dat wij dit allebei niet zo boeiend vinden. Nou. Wat heb jij hier troep gemaakt, joh? Kijk eens hier. Het lijkt popcorn. Hallo, ik wil ook. Popcorn is super crunchy, echt fantastisch. Die popcorn is heel fantastisch. Ja, heel lekker, hè? Karamel eroverheen. Oh, hele lekkere popcorn. Hele goede popcorn. Maar ja, waar staat dit dan op? Er zit geen chocola over de pretzel. Staat hier ook niet hoor, maar dat lijkt zo in je ogen. Lijkt het allemaal... Ja. Dan ga je beter kijken. Maar dit is dus de popcorn. Ja. Er zit geen... Ja, oké, er zit een beetje chocola overheen. Als het gewoon een hele zak met alleen die popcorn was, was ik al helemaal tevreden. Ja, dat wil ik niet. Ik ook niet. Maar ja, dit zijn gewoon peanut butter. Ja. Oké, het is wel leuk voor een feestje, maar is het echt boeiend? Nee. Nee. Ja, ik vind het wel heel lekker, die popcorn, maar ik vind wel alle andere dingen erbij niet nodig. Ik wil dan gewoon een zak popcorn. Ja, maar ze zijn wel heel zoet. Ja. Maar ik vind het wel weer een gevalletje photoshop. Dat vind ik gewoon jammer. Waarom zou je je producten photoshoppen? Lo, het gaat ook open. Ik wil graag de Krabby Patties. Ja, maar die mag niet. Nee, grapje. Het is jouw video hier. Maar dan heb ik toch veel meer? Niet? Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hallo, en jij had 9. Oh. Dus doe jij die maar. Dan hebben wij maar ik had 9 plus 3 toch? Nou hè, doe maar. Ik praat gewoon langer over jouw product. Straks is weer Lottes video 15 minuten. Lottes video 4. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Ja, maar daarom kan jij beter meer producten. Want jij edit beter. Oké, Lotte mag de Krabby Patties. Als je deze wil zien... Kijk dan naar Lottes video. Kan dat op een zondag uploaden? Zondagochtend? Helemaal prima. Oké. Moppie. Volgende week zondag. Mag ook deze zondag hoor? Nee, we hebben al een andere voor deze zondag ingepland. Oké. Lieve meisjes en jongens. En dames en heren. Dit video is niet voor kinderen. Onze eigen. Ga je aanklikken, toch? Ja. Nou. Gewoon ook voor volwassenen leuk. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was weer lekker zoals van oud. Duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Het is gratis. Nee, ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. Kijk even dus het andere deel bij Lot. Met M&M's, met pindak. Hebben we dat allemaal laten zien? Nee. Oreo Red Velvet, Oreo Carrot Skittles. Cake. Twix, Krabby Patties, pretzels, Hershey's. Dus check het zeker even. En vind je Lotte nou ook een hele leuke meid? Ga dan ook zeker even naar volgen. Okay. Bel dan. Oké, doei. Doei. Die lacht van je achteraan.